Deze hele maand presenteert de bibliotheek van Stadskanaal de expositie AI Parade. Een evenement gewijd aan kunstmatige intelligentie en de impact hiervan op onze samenleving. Projectleider van Biblionet, Jorik van den Bos, vertelt waarom het belangrijk is om over dit onderwerp te informeren. Dat er dus van alles in een rap tempo bedacht wordt. Er komen allemaal tools zoals ChatGPT, DALL-E 2. Die zijn allemaal beschikbaar voor iedereen. Alleen mensen weten vaak niet wat ze ermee kunnen, wat voor impact op hun leven gaat krijgen. Wat je vaak hoort is scenario's zoals in films, hè, de Terminator hoor je veel voorbij komen. Dus het is goed om ook de realistische kant op een laagdrempelige manier te laten zien. Een van de hoogtepunten van de AI Parade is de lezing van technologie-expert Jarno Duursma. Hij heeft meerdere rapporten en boeken geschreven over de impact van kunstmatige intelligentie op de mens en maatschappij. Hij vertelt ons over de mogelijkheden. Iedereen die iets doet met een laptop en met tekst of met berekeningen of met gewoon iets typen met e-mail, die krijgt de komende jaren hulp van slimme computerprogramma's. En die gaan ons helpen om dingen op te schrijven, nieuwe perspectieven te bedenken. Dus het is een beetje alsof je een hele slimme stagiair steeds naast je hebt die jou meehelpt met het nadenken wat jij voor je werk moet doen. Maar kan er ook een moment komen dat kunstmatige intelligentie ons werk helemaal overneemt? Mensen moeten zich realiseren dat op het moment dat je werk doet met je hoofd, dus nadenken, cognitieve taken, dat juist computers daar heel goed in zijn. Computers zijn slecht in intuïtie, ik verzin maar iets. Dus als je aan de zorgkant zit of met mensen, dan is dat wel goed. Maar als je werk puur bestaat uit informatie verwerken in je hoofd, dan zul je merken dat software dat sneller kan. Dus dat betekent dat je of productiever wordt, of meer vrije tijd krijgt. Dat zou ook kunnen. Stel je bent zelfstandig, dan krijg je dus meer vrije tijd. Dat is een voordeel. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn als software precies die taakjes doet die jij nu voor je werk doet. Dan moet je snel gaan bedenken, maar wat wordt dan de andere invulling die ik daar zelf aan kan geven? Dus je kunt niet liggen te snurken, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Nee. Duursma ziet het als maatschappelijk belang om inwoners te benadrukken wat ze kunnen verwachten, zodat iedereen zijn voordeel eruit kan halen. Dus ik ben geboren en getogen hier in de regio Stadskanaal. Ik kom hier ook naartoe in toch wel mijn drukke agenda om ook mensen te vertellen, hey, dit is er mogelijk, dat zou er kunnen, let op dit, let op dat. Omdat mensen zich daarvan bewust moeten zijn, want het gaat oprecht impact maken op gewoon onwijs veel gebieden. Dus het is nu ook even het moment dat mensen wat moeten gaan inlezen. En oké, maar we hebben mee te maken omdat het op alle gebieden, dus van gezondheidszorg tot transport, tot media, overal gaat kunstmatige intelligentie een rol spelen. Wethouder Egbert Hofstra vond de lezing zeer leerzaam. Ik zie heel veel mogelijkheden. Ik zie ook wel wat bedreigingen. Waar denk ik ook voor de overheid een belangrijke rol is weggelegd om dat wel te reguleren. Deze hele maand zou de bibliotheek nog in het teken staan van AI.